Een flinke politiemacht is zaterdagmiddag in Vinkeveen op zoek geweest naar een 73-jarige man. Hij heeft recent met een vuurwapen gedreigd en zou vandaag gezien zijn bij recreatiepark Buitenborg aan de Vinkenkade. Volgens zijn getuigen vluchtte hij weg in een zwarte Bentley. Deze is volgens een politiewoordvoerder verlaten langs de Vinkenkade teruggevonden. De Bentley zou van rapper Ali B. zijn. Op zijn Instagram-account is hij met de wagen te zien. Agenten controleerden de achterbak van alle auto's die het recreatiepark afkwamen rijden. Ondertussen hield een heli het vanuit de lucht in de gaten en bewaakte een politieboot de waterkant van het park. De speciale politie-eenheid DSI heeft uiteindelijk een inval gedaan in een van de recreatiewoningen. Daar is de verdachte niet aangetroffen.